We schuiven hem in de wagen dicht. Je hoeft de microfoon niet aan te zetten. We schuiven hem dicht. Geniet er hier dan eventjes mee van het begin, de aftrap van de trucks, 8,5 ton supersport. Met de wederopstanding van Vlaspijn Agro. De laatste drie wedstrijden, de trend. CQ gestolen heeft. Kijk even zo meteen naar het voorraampje en hou een waterpasje in gedachten. Het angstige aanjagen van 16 litertjes geweld in 8,5 ton en los! Ja, hoppa! Hoppa! Lachen, ik hoor niks! Hupperen, bubberen, bubberen, bubberen! Het seizoen vorig, dan wordt dat al meer toch een Isotof TV3 motor. En ja, zo'n turbinemotor, dat is een heel speciaal apparaat. Het is in feite een as die continu doordraait als die eenmaal aangestoken is, laat maar zo stellen. En hij draait ongeveer zo'n 16.500 toeren per minuut. Laten we hopen dat we de omstandigheden nog krijgen waarvan we meer Europese zien. Maar hier is het van Donselaar. Omdat wij een beetje het voorbeeld volgen van de grote Iveco. Naar hun idee als zijnde gereden door het schouderteam. Maar het niveau in deze 8,5 ton, jongens, daar durf ik mijn vingers niet voor in de vuur te steken als we dat zouden gaan vergelijken. En we doen het dan ook maar even niet. Oftewel, Truck Pulling Team, VTN, gaat hier proberen om het zaakje rustig aan op druk te zetten. 1 officiële voor Pool en de afstand van Van Donselaar zojuist 69 meter, 2 officieel. En op dit moment moet het op het scherpst van de snede worden uitgevochten, want het is nog niet zeker. Het tij is gekeerd gedurende de competitie. Betekent dus dat die competitieuitslag zal niet zo heel veel meer verdoezelen. Maar interessant detail, kijk even voor het wegrijden naar die voorbumper, want die stond al niet recht. Ik moet me even in beroepen, jongens, want ik zeg ook wel eens iets wat niet klopt. Ik zei zojuist, we hebben sowieso een finale, maar dat is natuurlijk niet waar, want we werken met een floating finish. Dus de afstanden tellen wel degelijk mee. 105,42 hebben wij staan als Rino Rockets verste afstand. En dat betekent dus dat wij Team Prinsen nog een keer terug gaan zien komen. Oeh, wat gevaarlijk. En het hier, Heavy Boy Stoyer. Dan zeggen ze, hey, daar rijden Rino Rocket weer. Ja, oh, hij liep er wel heel veel op, maar het is er niet. Oftewel, wij gaan met Textcar hier nog eens eventjes kijken. En wij hebben een disqualificatie voor de Vampire, daar was ik al bang voor. Of dat wij dat uitlaatje wat verplaatst is naar de neus. Of dat wij daar nog even de nodige PK'tjes erin kunnen laten vloeien. En die gaat hoog en heel hoog. Nee! De lampjes boven de zonneklep die mee oplichten naar water het turbodruk toeneemt. Dit is een deel van een volgende. Als je de man daar achter het stuur kent, wist je dat hij het over ging doen. Helemaal over de linkerzijde van de baan. 105 meter distance, doe iets. Oké, Arco, en ik heb hier een staartje, maar we hebben even op die terug achter. Arco, ik heb hier staan René de voorbij komen, die daar zeker weer voor een aanmerking komen. Al is het maar voor een praatje om even te socializen, kortom.
Een geweldig promotieteam met een heel mooi aanbod. Vergeet het zeker niet en denk ook om die oorprotectie. En wij gaan zo even noemen wie de 3-2-1 zijn, Arco. Want mijn klasse is gewoon afgelopen. Oké. Okay.